Hey allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. Nou, zoals je ziet een iets andere omgeving. Dat zit als volgt. Wij hebben een huis gekocht waarin het nodige verbouwd moet worden. En tijdens de verbouwing wonen we tijdelijk ergens anders in. Dus dit is de ruimte die je de komende video's zal gaan zien. Ik zal ook gaan filmen in de keuken die dan in dit huis zit. Dus je zal ook een andere keuken gaan zien. Maar de afgelopen 3 video's heb ik nog wel op kunnen nemen in de oude keuken. Dus vandaar dat je nu deze nieuwe omgeving ziet, maar straks wel de oude keuken. Nou, en de video's die ik heb opgenomen, één daarvan is het zelf maken van pizzadeeg. Dus dat ga je straks ook zien. Ik laat je zien hoe je dat helemaal from scratch zelf kunt maken. En in de video's hierop volgend zal ik je laten zien hoe veelzijdig dat deeg eigenlijk wel niet is. Natuurlijk kun je er zelf een pizza van maken. Maar in de komende video's laat ik je zien wat je allemaal nog meer kunt met de deeg. Nou, het recept voor het deeg vind je in ieder geval in de beschrijving onder de video's. Ik heb alweer veel te lang zitten te kletsen met jullie. Dus laten we snel aan de slag gaan. Wat heb je nodig? Allereerst wat lauwwarm water. Een zakje gedroogde gist. Suiker. Zout, bloem en tot slot wat olijfolie. Nou, we gebruiken gedroogd gist in dit deeg. Ook omdat het eigenlijk gewoon het makkelijkst verkrijgbaar is en heel makkelijk werkt. Wat wel belangrijk is, is dat je het gist een beetje wakker maakt. Dus bij het water, wat 325 milliliter is, doe ik een theelepel suiker en de inhoud van een zakje gedroogd gist. En dat is altijd 7 gram. Nou, het werkt heel makkelijk, maar het gist zit al heel lang in dit zakje en dat moet eventjes ontwaakt worden. Nou, suiker vindt gist heel erg lekker en ook water wat kamertemperatuur is, helpt daarbij. Nou, dus dat doen we gewoon in het glas. En nu is het een kwestie van even goed doorroeren, zodat de gist wat oplost, de suiker oplost en je een mooi troebel mengsel krijgt zoals je hier ziet. Nou, en door dit aan het begin te doen, heeft het gist even de tijd om zo te staan, om lekker het suiker op te eten. En nou, dan komen we er straks bij terug als we het nodig hebben. En dan gaan we door naar het deeg. En ik gebruik hiervoor een KitchenAid. Werkt heel makkelijk, hoef je het zelf ook niet te kneden. Gebruik wel altijd de deeghaak. Dus ook als je het met een handmixer doet, zorg dat je niet de garde gebruikt, maar de deeghaak. Maar het kan ook gewoon met de hand op je aanrecht. Nou, ik doe 500 gram bloem in de kom en doe hier ook een theelepeltje zout bij om het deeg op smaak te brengen. Nou, dan gaan er ook 2 eetlepels olijfolie in. En dat zorgt ervoor dat je deeg straks mooi bakt en mooi soepel wordt. Nou, je ziet nu het gistmengsel heeft even gestaan en is helemaal schuimend geworden. Nou, dat betekent dat het gist weer lekker wakker is en dat mag dan ook bij de kom. Zorg dat je alles goed meeneemt. Niks van het gist verloren laat gaan, want dat geeft ook echt een mooie smaak en textuur aan je deeg. En dan mag de mixer zijn werk gaan doen. Nou, en het mixen met deze mixer kost ongeveer 5 of ja, 6, 7 minuutjes. Je kunt het heel erg goed zien aan het deeg. Je zal in het begin zien dat het nog wat plakkerig is, ook wat vast blijft plakken aan de zijkant. En je moet eigenlijk net zo lang doormixen totdat het mooi loslaat, mooi één bal wordt. En nou, daar kun je eigenlijk aan zien dat het gewoon een goed deeg is. Doe er niet te veel bloem bij. Als je denkt, oh, het is wat nat, waak daarvoor. Je kunt altijd straks, nadat het heeft gerezen, ook nog wat bloem toevoegen. Maar als je te veel bloem toevoegt, dan wordt het gewoon een droog deeg. Dan valt er straks niet meer mee te werken. Nou, dus het lijkt nu nog wat plakkerig, maar we laten het gewoon zo. Want ik denk dat het wel goed gaat komen. En nu mag het gewoon in deze kom gaan rijzen. Nou, je ziet hoe het er nu uitziet. Het voelt echt nog wel een beetje plakkerig aan mijn vingers. Maar no worries, dat komt helemaal goed. We gaan dit nu afdekken met een vochtige theedoek. Maar dat kan bijvoorbeeld ook met een folietje of iets dergelijks. En dan laten we het op een warme plek staan. Dus of naast de verwarming of gewoon in je warme keuken. Nou, na een uur rijzen, of anderhalf uur ongeveer, ziet je deeg er als het goed is zo uit. Nou, je ziet dat het echt wel verdubbeld is in grootte. Het ruikt ook helemaal gegist. Er zit heel veel lucht in het deeg. En wat we nu gaan doen is het deeg nog even kort met de hand doorkneden. Nou, we willen niet dat dat plakt, dus we doen een beetje bloem op het aardigblad. En met een deegkrabbertje, een soort plastic ja, tool, plastic krabbertje, wat je hier kunt zien, ga ik het deeg uit de kom halen. Nou, en dan zul je zien dat het deeg heus wel een beetje plakkerig is en dat de luchtbelletjes ook weer een beetje verdwijnen. Maar het gist heeft zijn werk gedaan en dat plakkerige lossen we gewoon op met wat extra bloem. Nou, dus het hele deeg mag op het aardigblad. En dan gaan we het even kort doorkneden. Nou,
Je ziet hier dat het wat aan mijn handen plakt. Dus ik doe nog wat extra bloem op mijn handen. En eigenlijk vrijwel direct zie je dat het niet meer plakt. En dat het gewoon een mooi soepel deeg is om nog even kort door te kneden. Nou, dat doorkneden is echt maar een minuut of twee. Dat het even lekker soepel, elastisch is en gewoon niet meer plakt. En je kunt zien dat je deeg goed is als je erin drukt. En het deeg veert terug, zoals je hier mooi kunt zien. Nou, ik maak er een mooi bolletje van. En eigenlijk heb je dan vrij simpel met een weinig ingrediënten een heerlijk huisgemaakt pizzadeegje. Dat is het. Dat is hoe je zelf je eigen pizzadeeg kunt maken. Heel simpel en een heel veelzijdig deeg, maar dat ga ik je in de komende video's laten zien. Nou, ik hoop dat je dit een leuke video vond, een leuk recept, dat je het ook zeker zelf eens gaat proberen. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!